Ik ben Robert van Heel. Ik werk sinds 1 december bij Wonen Zuid als leefbaarheidsmedewerker. Het is van groot belang dat we aansluiten bij de inspanningen van onze sociale beheerders om echt wel bij de mensen achter de voordeur te komen. Want dan kun je gewoon met al je zintuigen horen, ruiken, proeven wat zich daar afspeelt. Want heel vaak wordt het gewoon niet gezegd. Alleen de stille hints die maken wel je scenario compleet. Dat hebben we afgesproken, hè? Dus, dus door gaan we het opruimen, hè? Ja, ben ik toch zien. Ja. Ik denk dat leefbaarheid bij de bewoners een van de belangrijkste dingen is. Dus mijns inziens kun je als corporatie niet zeggen van daar houden we ons niet mee bezig. Want die leefbaarheid en de veiligheid, dat zijn denk ik toch wel een paar grote pijlers waar Woongenot op gestoeld is. Dat is een man die jullie dadelijk gaan zien, dat is een behoorlijke verzamelaar. En we moeten constant ook wel druk op hem blijven uitoefenen om ervoor te zorgen dat hij zijn spulletjes opruimt. En dat is geen makkelijke klus. Goedemorgen, Harry. Goedemorgen. Wat heb je nog opgehangen? Mocht niet binnen. Dat heb je niet gedacht. Kom binnen. Nou, ga ik op. Ja, dat snap ik dat ze die grote put niet weg was doen. Oestrich, ik moet van u opruimen. Jazeker. En van de buren wordt ze geterroriseerd van. Ik heb Ramadan en wij maken even van alles. Ik probeer de balans te vinden door contact te houden met de buren van Harry. En een stukje begrip te kweken, wat heel moeilijk is. Aan de andere kant probeer ik bij Harry de druk erop te houden. Door wekelijks bij hem langs te gaan en dan probeer ik afspraken met hem te maken wat hij de komende week moet gaan doen. En in mijn achterhoofd hou ik dan dat daar misschien een kwart van uitkomt, maar goed, daar moet ik dan wel tevreden mee zijn. Als ze wil, kan ze nog gaan, dan weet ze toch. Moet je verwachting aanpassen aan de capaciteiten van iemands kunnen. Want anders gaat dat mank en dan kost het te veel energie. Ruimen, dat is te blijven op, Harry. En gaan we dan kallen over die shutting? Als je uitkomt bij een vervuilde woning, dan is je eerste ding altijd van hoe is dit zo gekomen? Zit hier zorg? Zo ja, wie? Zit hier geen zorg? Dan is je eerste taak om te zorgen dat zorg op zo'n casus zit. Want die vervuilde woning ontstaat niet zomaar. Dat gebeurt uit een onkunde, een psychische toestand. Een andere, soms een medische, dat ze het gewoon niet meer fysiek kunnen. Je moet dus gewoon echt iedere keer kijken van wat is hier aan de hand. De badvorm, de vorm. Ja. Stijlen doen ze dan in ieder geval niet. Ik heb weinig auto's gezien met zoveel beveiligingen erop. Ja, dat is inderdaad een openlaag. Kijk goed. En die is van. Dat is van 78. Oké. Vier keer of jaar. Ha. Goedemorgen. Goedemorgen, jong. Ik ging gewoon even kijken bij Agnes. Oh, dat vind ik wel fijn. Dat is lang geleden, hè, jong. Ja. Kom maar door. En heb je zit? Met mij goed, met tegenover. Ja, dat is toch ongoed vergeet niet, hè. We hebben best veel woningen in de Roermondse volksbuurt, het veld. En een van de families van oudsher daar is de familie Zelder. En een prominent lid van die familie, dat is Agnes Zelder. En dat is wel een persoon waar ik geregeld langskom voor een bakje koffie, voor even te horen wat er in de wijk speelt. Ja, mevrouw, ik zeg, je hebt mijn duwenbak neergezet. Ik zeg, die heb je gisteravond omgerukt. Als je een bakje koffie en een kop koekje op hebt, dan weet je eigenlijk wat in een straal van 100 meter rondom Agnes tot in de tuin gebeurt. En dan heb ik Duckie. Die loopt daar. Zulke personen als Agnes, die zijn. Qua informatiewinning hebben die hun waarde echt wel.
Maar aan de andere kant, mocht er een keer een conflict zijn, dat zijn ook mensen die hebben natuurlijk gezag in de wijk. En als die zeggen tegen de buurtbewoners dat je oké bent, dan ben je oké. En dan kun je daar gewoon met je aanwezigheid maximaal rendement uit halen. Jo, bedankt hè. Hoi. Hoi. Als ik afga op de hoeveelheid vragen en verzoekjes die we krijgen, denk ik dat we toch wel een sleutelrol hebben op het gebied van leefbaarheid. Ha, Robert. Hoi. Goedemiddag. Ja, laatst kregen we een verzoekje van WML voor sleutel te leveren, omdat ze voornemens waren voor, om het water af te sluiten. En toen zijn we gaan kijken en er bleek er een jonge dame van 22 te wonen met een kindje van 5. En toen hadden we zoiets van, oh wacht eens even, volgens mij is dat wel hetgeen wat je echt niet moet willen, dat een alleenstaande moeder met een kleinkind het water afgesloten wordt. Dan zijn we op een gegeven moment met budgetbeheer van de gemeente naartoe gegaan. En dan blijkt dus dat die jonge dame daar woont met alleen een studiefinanciering. En dan kom je daar binnen en dan heb je gewoon een kale woning. Beton. Er is niks. Ik heb er ook doorverwezen naar de Goede Doelenwinkel. Nou, daar zijn ze dus inmiddels aan de slag, heb ik begrepen, met servies, met kokerij, speelgoed voor dat kind, een fiets voor haar, een fietsje voor dat kind. En ja, ze had gewoon helemaal niks. Ze moest een badmat hebben, dus we hebben 2 badmatten, want dat is de eindbadmat. In de basis heeft ze een tweede nodig. Ze moest pannetjes hebben, broodpannetjes. Het initiatief Don Camillo, de Goede Doelenwinkel, is een initiatief van mensen uit het Roermondse Veld. In eerste instantie ook voor het Roermondse Veld, maar heden ten dagen is het toch zo dat mensen ook buiten het Roermondse Veld de Goede Doelenwinkel weten te vinden. Dat wat bijvoorbeeld 2 of 3 maanden in het Goede Doelenhuis staat, dat zitten we in dozen aan de voordeur en dat staat wie gratis meenemen. En er zijn dagen, dan kunnen we immers langs. Dan pakt zich de doos en zei: ik breng ze die voor een oer terug. Ja. En dan zijn we de spulkens weer terug op een schommelmarkt. Maar dat betekent dat die persoon wel weer een extra centje heeft door de spullen die veer toch niet hebben weggegooid. En ja, dat is gewoon heel, heel waardevol. Ze krijgen tips voor boedelruimingen van woningen die leeg komen te staan. En de mensen die het echt nodig hebben, kunnen daarvoor niks. Kleding, huisraad. Op het gebied van leefbaarheid is dat echt wel een welkome aanvulling op hetgeen wat wij proberen te doen. Gelukkig neem ik mijn werk zelden of ooit mee naar huis, behalve als de kinderen bij betrokken zijn. Dat vind ik een moeilijke. Dat houdt je bezig.